Nou, vind jij het, naast dat je de podcast maakt, ook leuk om mensen een beetje te leren hoe het werkt om podcast te maken? Misschien kan je ons een beetje een spoedcursus geven. Stel, over 2 weken interview je Matthijs van Nieuwkerk. Hoe begin je? Dat is een goede vraag. Maar voor een podcast of in het algemeen? Voor je podcast. Oké, dus Matthijs van Nieuwkerk komt bij mij. Wat ga ik doen? Dat is de vraag. Oké. Ja. Nou, dan ben ik allereerst heel blij dat ik hem geregeld heb. Dus gaan we in de groepsapp. Jongens, je raadt het nooit! En dan Fleur, die hier ook zit, en Guus, die werken alle twee bij Podcast. En die zeggen dan, oh, en dan komen er van die trommeltjes. En dan maken we daar even zo'n moment van. Oh, net als dat kippenhok wat afgebrand was, weet je wel. 4 miljoen kippen. Het worden steeds meer trouwens. Maar en dan is het Matthijs van, oké, nou top. En dan komen er misschien al hier en daar wat ideetjes van. Hey, we kunnen het hierover hebben. Of dat is misschien leuk. Of heb je dat gezien? En dan gaan we aan de research beginnen. Dus dan gaan we veel lezen. Dus heel veel interviews die gedaan zijn al. Over het verleden, maar ook over recente interviews. Pak hem nog even terug trouwens, want ik gaf je 2 weken. Maar hoe lang pakken jullie dan voor die research? Hoe lang? Nou, het ligt eraan hoe diep je erin wil gaan. Maar het zijn vaak wel 2 volle dagen die we aan de research zitten. Dat doe ik samen met Marloes, die hier dan weer niet is. Het lijkt wel een heel gigantisch team. We zijn ook niet met heel veel hoor, maar met 4. Oké, maar ga door. Dan ben je dus bezig met de research en dan... Dus dan ga je de research doen, heel veel lezen. Ik luister ook veel, ook om te kijken of er nog leuke quotejes in zitten waar ik iets mee kan doen of waar we op door kunnen. En dan ga je dat, dan laat ik dat even bezinken. Dan maak ik een opzetje voor een draaiboek. En ik heb ook altijd een voorstelfragment van de gast, waar je dus in 2 minuten hoort wie iemand is, wat iemand gedaan heeft. En ja, wat gewoon eigenlijk de basisdingen, zodat we daar in het gesprek niet meer over hoeven te praten. En dan maken we het definitieve draaiboek, het voorstelfragment. En dan gaan we opnemen. Dat is eigenlijk wat het is. En wat zou de ijsbreker worden bij hem? De Matthijsbreker. Ja, vond je die kut? Ja? wat zou de ijsbreker worden? Dat weet ik. Dat weet ik pas als ik het nieuw, als ik de research heb gedaan. Want dan kom je weer achter iets. Of misschien zou je een opening van de wereld draait door kunnen pakken, waar je dan op zo'n hele snelle manier dat gaat vertellen. En dan, of ik weet het niet. Ja. Nou, dat moet dan nog even rustig. Ja. Moet je over nadenken. Maar je vertelt dan nu over wat je dus wel zou doen. Maar als je een podcast maakt, wat is bijvoorbeeld een echte don't? Wat moet je niet doen als je een podcast maakt? Nou ja, er zijn heel veel verschillende soorten podcasts. Kijk, wat ik doe is een interviewpodcast. Maar het mooie aan podcast is dat je het kan maken zoals je wil. Weet je, dus je hoeft geen reclameblok in te starten. Je hoeft geen liedjes te draaien. Je kan compleet doen wat je wil. En als het voor je luisteraars werkt, dan is dat top. Maar wat ik wel zou zeggen van... Je zegt niet doen, maar ik zou zeggen... Monteer goed, luister goed. En laat het ook even aan iemand horen. Want heel vaak, ook met podcast, op een gegeven moment als je zo'n gesprek gemonteerd hebt, dan zit je daar echt 5-6 uur in. En dan hoor je het niet meer. Dus daarom het gesprek gaat dan het appgroepje in. En dan is het, jongens, kunnen jullie dit voor volgende week even checken of het goed is? En dan krijg je toch altijd even te horen, oh, dat knipje was net niet even helemaal goed. Of dat fragment was net te hard. Of dit grapje, dat vond je zelf heel grappig. Je gaat er ook helemaal stuk om, maar dit is echt niet leuk. Haal het er maar even uit. Krijg je die vaak te horen? Nou, Fleur is redelijk scherp. Oké, nou, en je doet de interviews, hou je bij de gasten thuis? Ja. Zelf? Veelal. Ja, wie had het mooiste huis? André Kuipers had wel een heel mooi huis. Aan de dijk. Carrie Slee, een heel mooi huis. Dus dat was ook voor haar gebouwd. Okay. En aan de telefoon vertelde hij ook nog over een bijzondere ervaring bij Thierry thuis. Ja, bij Thierry. Het was niet per se het mooiste huis waar ik was geweest. Het was aan de gracht in Amsterdam. En we hadden op een gegeven moment het gesprek gehad. En het was volgens mij 2 uur of zo. 2:15. En ze moesten om 3 uur in Schijndel zijn. Nou, dat vanuit centrum Amsterdam naar Schijndel, dat is volgens mij al een uur. En dus toen op een gegeven moment komt Thierry naar me toe. Die zegt, joh, jij ziet er niet uit als iemand die mijn huis leeg rooft. Dus wij gaan er vandoor. Trek de deur straks achter je dicht. Ruim je spullen op en de groeten. En toen waren zij allemaal weg. En zaten wij in één keer in het huis van Thierry. Dat we elkaar ook aankeken van, hè? Nou goed, dan ruim je je spullen op en ga je netjes weg. Je gaat geen gekke dingen doen. Je had doen, niet de neiging om even in de kasten te kijken. Nou, die vraag die krijg ik dus wel vaker. Maar nee, dat komt echt, was niet in mijn hoofd opgekomen. Ook omdat je, ja, vertrouwen enerzijds inderdaad. En ja, weet je, stel dat ik jou het vertrouwen geef dat jij in mijn huis mag. Met die 30, 50 ratten die ik er nu ratten door de dilemma's erbij krijg. Ja. Dan zou ik het wel heel stom vinden als ik terugkom en ik zie dat die lepel in één keer ergens anders ligt of zo. Of weet je, of dat je je yoghurt daarmee hebt gegeten of zo. Dan denk ik, ja, nee, dan kom ik je zoeken. Ja, maar goed, dus dat zijn ook dingen. Het is ook een vertrouwen wat je krijgt, weet je wel. En ik denk ook dat vertrouwen in elkaar hebben en het zonder oordelen dingen aangaan, dat veel te weinig gebeurt momenteel. Dat het allemaal veel te hard is.
Dus dat juist het vertrouwen, als je dat van iemand krijgt, dan moet je dat niet misbruiken. Ja. Leuk dat je keek. Like, deel en abonneer. Tot snel!